Nee, ik zit hier nu al 4 jaar en ik ben 22. Ik ben begonnen op mijn 18e en als stagiair en ik heb mezelf omhoog geneukt. Oké, bij wie? Grapje trouwens. Dominique? Allemaal fake news. Nee, oh my god. Nee, dit moet eruit. Want anders krijgen we dat weer. Nee. Podcast. Akkoord. Mogelijk, hè? Ja. Zo. Neem even een water. Ja. Spannend, hè? Nou, heel spannend vind ik het ook, hoor. Nou, inderdaad. Dames en heren, en ja, alles wat daartussen zit. Welkom bij de allereerste podcast. Podcast. Een totaal overbodige podcast waarin we hoogtepunten, dieptepunten en het bijzondere leven van verslaggevers in kaart brengen en bespreken. Mijn naam is Kevin en mag ik je voorstellen aan de getalenteerde en gewaardeerde Sarah Bakker. Oké, hey. Hey. Hoi. Hoe is het? Ja, het gaat goed. Ik kom net terug van de ministerraad. Ja? Samen met onze geliefde cameraman Ralf. Hij is net nieuw. Mooi, Ralf. Ja. Ja, bij de ministerraad. Want het kabinet gaat natuurlijk misschien vallen. Het is weer rep en roer, asiel, bladibladibladibla. Ja. En hoe was de stemming eigenlijk? Ja. Wat was het? Niet zeggend. Ja. Ik zeg nooit iets over het stand van gesprekken tot ze klaar zijn. Klopt het dat Rutte zijn excuses heeft aangeboden? Wat zegt u? Daar doe ik geen uitspraak over. De stemming was nietszeggend. Ze zeggen niets. Op het moment dat er crisis is, dan zeggen ze niets. Dus je hebt een item gemaakt waarin niemand wat zei vandaag? Nou, een paar mensen werden geïrriteerd. Ja. Maar buiten dat kwam er inhoudelijk niets. Nee. Als ik vroeg, hoe groot acht u de kans dat het kabinet valt? Dan zeiden ze, oh, je weet dat ik daar niks over mag zeggen. Ja, dat was het. Top. Ja. Was het ook tegelijkertijd je hoogtepunt van de week? Ja. Mijn kleine akkefietje met Connie Helder. Een heerlijke vrouw van de VVD. Een echte oldschool VVD'er. Ja. Zeg maar, ik stel me voor dat mensen in de jaren 80 er zo uitzagen als ze VVD stemden. En zij werd heel chagrijnig omdat ik aan haar vroeg van... is het niet heerlijk om op dit moment een VVD'er te zijn? Prima. Ik voel me daar uitstekend bij. Want hoe dan ook gaat het goed. Als het kabinet gewoon blijft, dan hebben ze gekregen wat ze willen. En als het kabinet valt, dan is het ook goed voor de peilingen. Jo, we zijn vandaag nog in gesprek hierover. En verder ga ik er helemaal niks over zeggen. Dank u wel. En waarom was het dan je hoogtepunt? Omdat je die clash dan zo fijn vindt? Of, ja, ik ben wat is altijd dat heel zenuwachtig natuurlijk. Want ik ben 22, moet je weten. Ja. Nog eens een vrouwmens. Dus dan sta je daar. Maakt dat extra zenuwachtig als je een vrouwmens bent dan? Ja, heb ik dus het idee van wel. Want hoezo? Die mannen hebben pakken en zo aan. Ik moet dan toch... Oh, ja, ik weet niet. Maar ja, minderwaardigheidscomplex waarschijnlijk. Maar dat maakt ook niet uit. Maar... als ik daar dan sta, dan denk ik altijd van ja, dan sta ik hier mijn portie bij de hand te doen, weet je wel. Van joh, wie neemt jou nou serieus? Ik neem mezelf niet eens serieus. Maar ik moet het dan toch doen, want anders maak ik een kut item. Ja. En dan elke keer als er iets van een irritatietje ontstaat vanuit die ander, of iets van een gedoetje, of weet ik veel, dan denk ik, oh chill, jij geeft mij nu iets. Ja. Snap je? Dus nu hoef ik niks erin te gooien. Jij geeft mij nu iets. Ja. Ja, is eigenlijk heel erg. Effectbejag noemt men dat in een volksmond. Maar hoe lang zit je hier eigenlijk bij Pound? 4 jaar. Oké, hoe ben je hier terechtgekomen? Dit vind ik zo'n grappig gesprek. Ja, dat ik jou de vraag stel. Ja. Alsof je geïnterviewd wordt. Ja, alsof ik geïnterviewd word. Dat moeten we eigenlijk laten gaan. Het moet gewoon een gesprek worden. Het is ook trouwens de allereerste keer natuurlijk. Ja, inderdaad. Mensen. Mens. Nee, ik zit hier nu al 4 jaar en ik ben 22. Ik ben begonnen op mijn 18e en als stagiair en ik heb mezelf omhoog geneukt. Oké, bij wie? Grapje trouwens. Dominique? Allemaal fake news. Nee, oh my god. Nee, dit moet eruit. Want anders krijgen we dat weer. Nee. Nee, ik laat het er wel in. Maar nee, ik heb mezelf niet omhoog geneukt. Ah, komt u net binnen. Maar er is mij verteld dat ik in deze podcast geen filter mag hebben. Dus bij deze. Bij deze. Is het de natte droom om iedere week, want dat doe je, op dinsdag bij de Tweede Kamer te staan? Is dat echt een natte droom? Dat je denkt, ah ja, lekker man. Ik ga even die politiek even aanpakken. Ja, wil je een leuk of een eerlijk antwoord? Boeien. Oké, super. Nee, ik vind het daar natuurlijk hartstikke leuk. Alleen 1, politici weten tegenwoordig hoe ze de media moeten ontwijken. 2, er is daar geen daglicht. Ja. Is dat toch buiten? Minor detail. Oh, nee, ja, is dat ook vaak binnen. Ja, dat is waar. En dat is misschien heel dom dat je dan denkt van joh, zeik niet zo. Maar ja, ik vind dat toch best wel irritant. Daar word je een beetje moe van. En 3... wij hebben heel vaak, krijgen we kritiek dat we dezelfde koppen voor de camera hebben. Maar hoe mijn dag op dinsdag eruit ziet, is dat ik om 7:15 al begin woordvoerders te stalken. Ja. Van GroenLinks tot VVD, van VVD tot Forum.
Waarom hebben we altijd dezelfde koppen? Waarom hebben we altijd een Van Haga, een altijd een Caroline? Hoe komt dat? Ja, omdat niemand ons te woord wilt staan. Fijne, blije man. Ik ben een hele blije man. Jij bent ook een blije vrouw, toch? Ik ben ook een blije vrouw. Journalist. Ja. Nou, doei, Blijert. Joe, groetjes. Kijk, ik zie Wiebren van Haga meer dan mijn eigen moeder. Dat is ook niet mijn keuze. Nee. Maar ja, het is wat het is. Ik moet toch een item maken. Ja. Want anders krijg ik jou op mijn dak. Ja, mensen. Ja. Hoe is die als de camera uitstaat, Van Haga? Ja, leuk. Dan komt hij wel met juice, hoor. Ja. Komt wel met juice. Wat zoals? Ja. Gewoon, hij heeft natuurlijk juice. Hij heeft bij Forum gezeten, natuurlijk. Tuurlijk. En nou ja, wat ik wel kan zeggen is dat, dat weten denk ik mensen ook wel, die Forumfeestjes, die gaan er wel vrij pittig aan toe. Koken op tafel. Nou, dat wil ik niet zeggen. Bier en tieten. Dat wil ik ook niet zeggen. Wat zeg je dan? Nou ja, dat is dus inderdaad mijn probleem. Helemaal niks. Oké, volgende. Maar iedere dinsdag sta je bij de Tweede Kamer. Regelmatig ook op vrijdag bij de ministerraad. Mm. Hoe is het dan om tussen alle oude knarren en knarinnen van de gevestigde media daartussen te staan? Jij met je 22-jarige, zoals je dat regelmatig zegt. Hoe is dat dan? Ja, doodziek. Doodziek. Ja. Ik sta er echt met trillende handen en een zweetreet. Een zwanus, dat heb ik dus laatst gehoord. Lekker. Dat heb ik laatst geleerd voor de eerste keer. Zwanus. Een zweetanus, zwanus. Ja. Nee, ik sta daar en ik ben heel zenuwachtig. En dan elke keer lukt het wel. Maar totaal ik ben niet te zien, hè, die zenuwen. Nou, dat is echt niet waar. Ik ben er nog gisteren op aangesproken door mijn eindredacteur. Dat ik blijkbaar onder 3 seconden mijn vraag begin met hey. Hey, afgelopen week, een paar korte vragen. Hey, hoe gaat het met de voortgang van het coronadossier naar buiten brengen? Vandaag zei ik ook tegen Ralf, tegen de cameraman. Ik zeg, Ralfie, van jij moet mij corrigeren op het moment als ik zeg hey. Als ik een vraag begin met hey, maar gaat het kabinet vallen? Hoe vaak heeft hij dat gedaan? Nul keer, want ik heb het maar 1 keer gezegd op het laatst. Hey, hoe groot achter de kans dat jullie eruit komen? En ik heb in de montage heb ik het gekeken. Ik begin nu gewoon met goedemorgen of dag. Ah. Maar dat is dus mijn coping om dan dus met mijn zenuwen om te gaan. Ja. Maar wat denk je van, ik laat ze even met mijn 22-jarige even wat anders zien dan dat al die oude knarren doen van de NOS, van RTL, ja. Jawel, ja? Daar zijn wij ook wel voor, toch? Tuurlijk, dat is ook zo. Ja. Beetje tegen, maar sta je ook met die instelling erin? Jawel. Ik vind wel dat het gewoon terecht is als we lekker transparant zijn, kritisch zijn, dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Ik heb een, ik wil gelijk een eerste rubriek dan introduceren. Superleuk. De gouden ouwe. Een gouden ouwe van jou. Nou, hij is nog niet eens zo heel oud, dus 10 maanden geleden. Dat ging over dat interview met Rutte. Met Sven Kokkelman. Waarom deed je nou... Ik dacht een leuk grapje... Kokkelman. Snap je? Kokkelman. Precies. Knip. Maar toen vervolgens heb jij een item gemaakt. Ik laat hem erin. Heb jij een item gemaakt met Caroline, met de Heimweer van Haga. Ja, en je hebt Jasper van Dijk. Ja, inderdaad. Je hebt ze als een soort van marionetpoppetjes heb je ze geïnstrueerd van VVD. Helemaal te gek. Gaan we nu naar kijken. VVD is met 14 zetels naar beneden gegaan, onterecht. Nou, daar wil ik dan nog... Wiebren, we hebben van tevoren afgesproken dat jij heel eventjes mee zou doen. Onterecht. Die 14 zetels verlies van de VVD, onterecht, hè? Ja, ik snap er helemaal niks van. Is onterecht. Totaal bizar. Ik snap echt niet waarom mensen niet meer op hem stemmen. Jij gaat ook gewoon de boel inpakken, toch? Ik ga de boel inpakken, ja. Klaar met de BBB. Laat het maar aan Rutte over. Precies. Jij bent echt een gezicht met zoveel talenten. Krijgt tering. Wat een onzin. We gaan niet alleen maar complimenten aan elkaar uitdelen hier, hè? Nee. Ga verder. Nee, sorry. Want tegelijk daar ben je ook gewoon een hoer. Ja. Komende zondag, dus dat is in principe morgenavond, staat er een nieuwe serie gepland. Klopt. En dan laat jij een totaal andere kant van jezelf zien. Ja, heel lief, warm, jij bent eigenlijk vrouwelijk. De Chantal Jansen van Poont. Dank je, dat is echt een compliment. Want dan komt er een nieuwe serie. Poei poei po. En dan gaan we volkszangers volgen. Klopt. Daar maken we dan vervolgens een portret van. Maar dan van. Niet volkszangers in de zin van Tino Martin en zo. Wel gewoon echt... De D-garnituur, hè? Nou, dus ja, C. Zien zij dat zelf ook? Dat ze de D-garnituur van de volkszangers zijn, of niet? Nee, dat zien zij zelf zo totaal niet. Zij is wel A-klas, hè? Denken ze. Nou, wel hoge B. Ja. Zondag, hebben we dan een hoog B'tje of echt de A? Of misschien nee, wel een best wel een midden B. Midden B. Een midden B'tje. Midden B segment. Ik Frans Joostink heet hij. Ik hou ook wel van een goede B, hoor. Dit is Poei Poei Po. Waarom ben jij een volkszanger?
De liedjes die ik zing, die zijn natuurlijk volks. En daar voel ik me ook het lekkerste bij. Dus ja, lekker volks. Ja. En speelt bier daar ook een grote rol in? Ja, zonder drank geen klank, zei mijn manager altijd. Ja. Wat een leuke gozer, hè? Ja. Zonder drank geen klank. Helemaal eens. Hoe was het? Hoe is het om die volkszangers? Want we hebben nu denk ik al 3 afleveringen gemaakt. Ish. Ja, hoe is het tot nu toe? Ja, superleuk. Echt superleuk. Het zijn echt zulke lieve mensen. Dat meen ik echt. Het zijn de liefste mensen waarmee ik ooit heb samengewerkt in dit vakgebied, zeg maar. En het zijn natuurlijk allemaal hele volkse mensen. Meer dan de helft komt van het woonwagenkamp. Dat was wel even een foutje die ik maakte. Dat deed ook mijn schoenen vaak niet uit. Het werd toch niet echt gewaardeerd. Ja. Je moet er je schoenen uitdoen. Nou, het zijn gewoon leuke mensen. Een beetje biertjes drinken. Zelf ook wel bier drinken. En ja, gewoon echt leuk. Het is gewoon echt leuk. Ja. Frans Joostink. Wat gaan we zien? Hij gaat... Titi Assen. Hij gaat de studio in met zijn zoontje. Ah, Franske junior. Ja. Franske junior. En wat hebben we nou meer? Ja, gewoon manager Mike zit erin. Geweldige gozer, manager Mike. En ja, dat eigenlijk. Maar het is gewoon heel leuk. Het is gewoon feel good. En het is ook grappig. Dit gaat misschien wel een hitje worden. Ja, ik hoop het. Ja. We gaan ervoor. Beetje poen. Beetje poen, 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 poen. Ik zat er vanmorgen over na te denken dat jij een lekker moppie kan zingen. Een lekker moppie. Ja. Ik dacht dat je wilde zeggen dat je een lekker moppie bent. Ik dacht al, grensoverschrijdend. Er zijn grenzen, inderdaad. We hebben net een enquête ingevuld. Dat gaan we dus niet doen. Nee, inderdaad. Ho eens even, ja. Ga jij ook zelf zingen in de serie? Nou, ik doe een klein mini beetje zingen. Ah ja? Ja, mini. Ah, oké, okay, want zij kan echt heel goed zingen. Nee. Check haar Spotify. Ik heb geen Spotify. Nog sorry. Niet. Maar nee, ik doe een beetje zingen, maar ik doe dat voor de gein natuurlijk. Want ik neem mezelf niet echt heel serieus. Sorry. Wat is er? Sorry, ik heb een droge bek. Ga verder. Maar dat is wodka. Nee. Nou, ik zat dus over na te denken, want dat leek me dus leuk. Gaan we nu samen zingen? Nee, ik heb het ook al intern besproken over deze komende actie. Want ik zat na te denken dat jij een duet gaat doen met een van... Laat me nou even uitspreken. Oké. Een duet met een van de volkszangers die we hebben gevolgd. Dus het kan dus een Frans Joostink zijn of een Sander Kwarten of een Peter en Johanna die ook nog komen. Mm. En dat we daar dan vervolgens een bonusaflevering van gaan maken. Dat doen we enkel en alleen als we 10.000 likes krijgen. Op deze podcast? Op deze podcast. En dan zet ik onderin de reactie een vraag neer. Dan zeg ik, wil jij de grote Sarah Bakker zien optreden in een bonusaflevering van Poel? Ik denk dat iedereen zegt nee. Als deze vraag dan 10.000 likes krijgt... 10.000? 10.000. Dat is wel heel veel. Ja, daarom. Dan hoog voor inzetten. De stars. Ja. Dus dan ook een beetje voor zelfbescherming, dat we dat toch niet gaan halen. Dat klopt. Voor jou. Maar als we het halen, dan gaan we een bonusaflevering maken dat jij een duet met een van de volkszangers gaat doen. Oké. Ja? Gevonden. Nou ja, we gaan dat nooit krijgen, Matje. Dus ik vind het prima. Jank die vragen maar in. We gaan die 10.000 likes nooit krijgen. 10.000 likes. Een collega die heeft al gezegd van... Nou, ik ga in ieder geval 500 accounts aanmaken op YouTube. Dus die 500 likes zijn ja, er al. Ja, vind ik niet een hele leuke grap. Huh? Dat is niet mijn grap. Nee, daarom. Nee, hij heeft ook geen humor. Beter geweest. Ja. Dat is wel de eindredacteur trouwens. Oh. Die heeft ook geen humor dan. Oké. Okay. Anders nog iets? Nee, liefie. Ik vind het echt gezellig. En ja. Ik ben ook benieuwd hoe het gaat worden ontvangen. Dus wat doen ze dan toch altijd? Van like en subscribe? Ja, maar er zit altijd wel een... wat is het? Een dingetje achter, toch? Waar jij dat al doet, bijvoorbeeld. Oh ja. Dus eigenlijk hoeven we dat allemaal dat niet hoeft helemaal niet. Nee, dus... dankjewel voor het kijken, lieve mensen. En het luisteren. Hopelijk vond je het leuk. Ja, tot volgende week. Misschien... Misschien en misschien niet. Wordt het wel een flop. En dan tief stralen we het er weer af. Maar 10.000 likes. Like 10.000 likes. Nou, moet je doen. Akkoord. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan. En druk op het belletje. Doen!